Welkom allemaal bij deze Jij en Zij reading vandaag met de Akashic Tarot en de Pitea Tarot. Van harte welkom, leuk dat je kijkt, dat je liked, dat je deelt, dat je abonneert en dat ik ook zoveel succes heb met alle persoonlijke readingen. Dankjewel, super fijn. Wat mogen wij weten voor deze Jij en Zij reading? Deze bovenaan, hier onderaan. Zo, oké. Wat mogen wij weten voor deze Jij en Zij reading? Voor het collectief, meest belangrijke berichten. Wat mogen wij weten? Oké, nou, we gaan de bovenste even omdraaien. De Koningin van Rozen, dat is dus de koningin van bekers en de 10 van zwaarden. Dat is misschien hoe jij erin staat. Jij hield veel van deze persoon, maar deze persoon deed jou enorm veel pijn. Veel verdriet en misschien heb je daarom deze persoon moeten loslaten. Ik heb het gevoel dat jij terug in balans komt met de 6 van kelken. Terug in balans, terug je stabiliteit aan het bent aan het pakken. En dat je steeds sterker wordt, sterker wordt door jouw heling. En het kan zijn dat als jij geheeld bent in de herfst, dat er een nieuwe relatie op je pad komt. Dat is iemand die volgens het script naar je toe komt, want het zijn de Akashic Records. Dus dit is iemand die meant to be op jouw pad moet verschijnen. Dat is een soulmate, een past life soulmate of een tweelingenvlam. Deze persoon die gaat op dit moment nog door een transformatie. Dat ben je zelf. Jij gaat nog door een transformatie, pardon. Maar deze persoon komt naar je toe en dit is een setje. De koning en de koningin van scrollen, oftewel de koning en de koningin van munten. Met de 2 van bekers is dit een soulmate verbinding. En deze persoon doet jouw pijn en verdriet vergeten. Hè? Met de 4 van zwaarden gaat deze persoon jou helen of helpt jou door die heling heen. Wat mogen wij over die ander weten? Die ander die met de 3 van zwaarden en de 5 van zwaarden heeft jou veel pijn, verdriet gedaan, teleurgesteld. Dat is niet deze nieuwe persoon, hè? Dat is die oude persoon waar jij dus die 10 van zwaarden over hebt gevoeld. Deze persoon heeft spelletjes met je gespeeld, je bent enorm teleurgesteld, is super strategisch. En deze persoon beseft nu ook, ik sta met lege handen. Deze persoon voelt zich alleen en in de kou. Ondanks dat het zomer is, voelen ze zich in de kou staan. Het kan een Nederlander zijn hier met die molen, maar dat hoeft niet. Het is iets wat mij opvalt. Deze persoon krijgt op een gegeven moment een torenmoment, een realisatiemoment van had ik het maar anders aangepakt? Met de 3 van bekers kan het zijn dat deze persoon jou als optie heeft gebruikt. Weet dat dit ook via de Akashic Records gelopen is. Jij moest namelijk hiervan leren. Deze persoon is bewust op het pad van jou gezet. Deze persoon moest ook van jou leren. Het is de bedoeling dat deze persoon met die 5 van bekers zich gaat realiseren
dat ze hun manier van handelen moeten veranderen. Dat ze met de acht van bekers hun mentaliteit, de mensen rondom hen los gaan laten. Want ze zitten in een toxische omgeving. En dat ze naar de toekomst wat betere besluiten nemen. En dat ze zich ook meer door hun intuïtie laten leiden. Richting betere keuzes, gezondere keuzes. Dus jullie hebben van elkaar moeten leren. Ja, deze persoon is single. En het kan zijn dat deze persoon altijd al single was. En deze persoon zal single blijven. En zal daar alles voor doen met die vijf van staven. Dus wat ik zeg, deze persoon wil zijn of haar opties open houden. En de vrijgezel willen blijven uithangen. Daar heb jij van geleerd. Jij heelt hiervan. Dat zien we met de vier van zwaarden. En dan komt er in de toekomst komt die koning naar je toe. Die koning van scrollen. Wat mogen wij weten over deze koning van scrollen? Ik haal even de rest weg. Zodat we daar wat meer over kunnen te weten komen. Die koning van scrollen. Ik leg hem even hier. Wat mogen we daarover weten voor de toekomst? Die koning van scrollen. Dat is een koning van munten. Dus munten is, zeg je nou goed? Even kijken. De koning van scrollen. Kijk of dat hier ergens staat. Ja. Ja, munten zijn dus. Oké. Okay. Dus de koning van munten, veel balans, veel stabiliteit, die wacht op jou. Die ziet ook dat jij veel stabiliteit in jouw leven creëert. En wat mogen we daarover weten, over deze toekomst, meneer of mevrouw? De koning van krachten. De koning van krachten is de koning van staven. Je gaat binnenkort een keuze moeten maken, denk ik. Ik denk dat jij tussen een koning van staven gaat kiezen en een koning van munten. Deze koning van staven, dat was die oude energie die hier net uitkwam, die jij die alsmaar vrijgezel wil blijven. En de koning van munten. Wat mogen wij weten over die koning van munten in eerste instantie? Maar die koning van staven komt de boel hier blokkeren. Die komt er met zijn nek tussen. Wat mogen wij weten over die koning van munten? De koning van munten. Die is eerlijk, die is oprecht. Je wil naar rustig vaarwater met je. Die wil een relatie, die ziet toekomst met je. En deze persoon die is naar je onderweg. Het kan zijn dat je deze persoon op dit moment nog blokkeert. Of dat je niet ziet dat deze persoon jouw kant uitkomt. Dat kan ook. Deze koning van staven, wie is dat dan?
Dat is dus die persoon uit het verleden, maar die wil deze persoon niet op je pad hebben. Deze persoon wil zelf zijn opties open houden, maar wil aan de andere kant ook niet dat deze persoon op je pad komt. Dat is die twee van zwaarden, die leg ik hier dus neer. Deze persoon wil de connectie met deze persoon blokkeren. Wat mogen wij weten over die koning van staven? Het is een vuurteken dus. Deze persoon heeft een speciale connectie met je. Vandaar dat ze ook weten wanneer deze persoon zijn intrede gaat doen. Deze persoon gaat met je communiceren om jou weer terug in verwarring te brengen. Want deze persoon, daar ben je van aan het helen. Deze persoon wil dat je weer terug in je hoofd raakt van deze connectie. En dat ze weer macht over je krijgen. Dus weet dat deze persoon, waar je dus pijn, verdriet mee hebt gehad, die 10 van zwaarden die we in het begin zagen, dat deze persoon wil blokkeren. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.